richting Plitvica weer. En waarom moet die deur hier dicht dan? Wat is het idee? Privacy van, van het spel? Is het een heel eng spel? Volg gewoon de rest van die IP-raad. Hebben jullie die drone ook gezien op het veld? Ja, ja, mooi hè? Nou, hartstikke top. Het is wel redelijk weer, toch John? Ja. Dat is mooi weer. Kijk, Anne is gewoon aan het maaien gewoon. Ben je ook een voetballer of niet? Nee. Maar kijk, het is nog best wel netjes hoor, die ondergrond zo. En Zoran heeft dat dan geëcht. Ja, ruikt lekker hè. Mooi man. Leuk. Dat is een nieuwe maaien van €125 bij de Kaufland. Het is niet zelf lopend, je moet wel even lekker duwen. Maar dan kan dat. Hoppakee. Ja, bij het deelspijt. De drone view. We gaan eten vanavond met wraps en allemaal sick dog dekkels. Ik heb geen idee wat. We gaan het zien. En hier is het ook gezellig. Dus Mieke die doet net als ik aan taken spelen. En de kacheltjes aan overal. 1, 2, 3. Het is ook nu... Wat is dit voor lied? Kom Shiggle. Kom Shiggle, zei hij. Ja. Nog een kacheltje. Deze ben ik helemaal trots. Gezellig ding. Geeft helemaal geen warmte. Heeft helemaal niks aan. Oh jawel, geeft wel veel warmte. Ja, leuk. Lekker. Tja, blijft natuurlijk een beetje de nieuwe generatie telefoons. We rijden nu de Wojnic, we zijn op weg naar Muljawa, daar worden we gedropt in het bos. Dan moeten we naar het project teruglopen, dat is toch wel minstens 18 kilometer, maar we moeten ook de weg zien te vinden. En, ik weet wel ongeveer de weg, maar laat ze zelf ook een beetje uitzoeken. Nou, als het goed is hebben ze zich enigszins voorbereid, spulletjes mee, balletjes, soepje, weet ik veel, ik hoop. Daar gaan we dan. Het is wel heel mooi hier. Dat zijn dus de bossen waar we straks heen moeten. En als het goed is zie je hier het Partizanenmonument. Bovenop de berg, dat is de hoogste top. Die kun je bij helder weer, vanaf Zagreb kun je dat ding, toren van Oestrijstaal, kun je dat zien. Maar ik zag hem net, nou even niet. Nou raak ik steeds verder het bos in natuurlijk. Dat maakt het leuk. Proberen te komen. Jazz hands, jongens, jazz hands! Ja, even zo. Ja. Ja. Ja, nou ga ik een foto maken, joh. Ja, zo. Dat loopt hij in, ja, voor achter. Jezelf. Je bent er ook vervelend voor. Ik denk dat goed. Ja, oké,
Pak het gewoon in de natuur, we gaan er even in. Doe dat chick, laat het dan. Dit is het pad. Help je Tom even? Staat erop, hè? Staat erop. Ja, leuk. Ja, ik vind het toch meer genieten zonder een muziekbox. Ja. Voorzichtig gaan, hè? Gewoon stoppen als je niet meer kunt. Wie weet hoe ondachtzaam is de opkomst. Tom, hij staat er ook op. Dat hij gelukt is. Hey, zag je dat? Ja, ik zag hem. Ja. Ik kan hem nog versnellen, even dat stukje video. Jongens, hij gaat vloggen. Rechtop. Alsof niemand moe is. Ja. Even lachen en zo. Alsof het leuk is. Het loopt heel goed, hè? Eerst mijn lepel, nu zijn vork. Ja, dat is goed. Daarom kan ik nu weg. Dit is hoog. Dat wordt goed. Maar dit is hoog. We zijn bij het Partizanenziekenhuis. Dat is een aardig klimmen. Mooi. Bos. Voor zover dat er nog is. We hebben dus ook de boswachterij bezig gezien. En hierachter, ik weet niet of het goed te zien is, maar dat is gewoon hele kale heuvels. Dat was ooit bos. Onbedwingbaar bos. Nu komt er allemaal licht binnen, dus ja, het bos is weg. En ik ben bang dat dat dus heel veel meer gaat gebeuren hier. Veel ongecontroleerde kap. De corruptie. Jammer. Maar dit zijn dus de barakken die hier neergezet zijn in de Tweede Wereldoorlog. Vanuit het Partizanenleger onder leiding van de bekende Tito. Waar Kroaten, Serviërs, Moslims, alles bij elkaar probeerden te vluchten, onafhankelijkheid, wat dan ook. 800.000 mensen in totaal. Is dat, gaat dat leger, valt dat leger op een gegeven moment? En hier werden dan mensen verpleegd in deze barakken, maar ook in de grond. Ik hoop dit zo te vinden en misschien ga ik de grond in. Even kijken, daar staan bedden in de grond. Hier komen we door een kapot glas helaas kunnen bekijken naar een soort van operatie gebeuren. Ja, luguber ook ergens. Dit gebouwtje, dit bordje staat dat het voor de gewonden is. Afdeling 1. Gewonden afdeling 1. En nou, de bedden met de stroommatrassen. Ja. Bizar, hè? En aan de overkant komen we dan bij afdeling 2. Gaat dat goed stellen? Kijk, dit is ook gerenoveerd geweest. Maar omdat het toerisme, dit als buitenmuseum, nooit een succes werd, is het ook weer opnieuw een nieuwe fase van verval daarin gegaan. Dat is ook wel weer jammer te zien. Natuurlijk daarmee komt het meer in de oorspronkelijke staat, maar ook weer niet, want hier werd dus intensief gebruikt. Dus ook onderhouden toen het hier in de Tweede Wereldoorlog. Daar op het bord staat keuken. Ik ben benieuwd, eens even kijken. Keuken. Koeging, ja. Weer nog wat Kroatisch. Koeging, ja. Oh ja, een kachel.
houtkachel met een oven. Ja, dat is toch wel leuk. De brood bakken. Soms vergeet ik dat je overleven! Ik doe het voor de mensen, niet voor mezelf. Wat zouden we zonder Alex, hè? Wat zouden we zonder jou? Minder kippensoep mee hebben of in de zo, bijvoorbeeld. Nou, ze kunnen bij mij niet zeggen dat ze geen avontuur hebben beleefd. Dat is uiteindelijk wel waar ze om vroegen. Jon is helemaal omgelopen. Ja, ik doe het niet. Hé, je pakt de stok van Tom anders even. Mika! Waar is ze? Hier weer kijkt het anders hier kan het doen. Wat? We zijn dus inderdaad uit het huis geweest.